seen before. Vriendschap, liefde, broederschap komen nader, stap voor stap. Ja, dat is waar. Inderdaad. Oekraïne is aangevallen door Rusland. Na weken van praten en overleg is er dus toch oorlog uitgebroken. Vanochtend vroeg kwam de Russische president Poetin plotseling met een speech. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным. Vriendschap, liefde, broederschap, het zijn geen loze kreten. We leven echt niet voor de grap, dat mag je nooit vergeten. Nee. Het begon allemaal na de dood van deze vrouw, de 22-jarige Mahsa Amini. Ze werd vorige week gearresteerd door de politie omdat haar hoofddoek niet goed zou zitten. In Iran moeten alle vrouwen verplicht hun hoofd bedekken. Volgens mensen die het zagen gebeuren, werd de vrouw na haar arrestatie mishandeld. Op deze camerabeelden zie je haar op het politiebureau. Niet veel later zakt ze in elkaar. Ze raakt in een coma en overlijdt 3 dagen later. We bennen op de wereld om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar te helpen, niet waar. Ja! Yeah! We bennen op de wereld om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar te helpen, niet waar. Rond 4:15 kwam het college van gedeputeerde staten in spoedberaad bijeen om te overleggen of er in moest worden gegaan op de eisen van de boeren. Toen duidelijk werd dat men vasthoudt aan de regelgeving, werd met een tractor de deur van het provinciehuis geforceerd. Help de Spanjaard en de Turk die tussen ons verblijven. Naast de liefde is de kurk waarop we alle drijven. Ik voel me voor de bus gegooid door Bergkamp. Het is als een dolk in mijn rug. Op de dag dat de Tweede Kamer het over haar eigen omgangsvormen gaat hebben, krijgt Kamervoorzitter Bergkamp harde verwijten van haar voorganger Khadija Ariep. Waarom is dat zo? Bergkamp laat het gedrag van Ariep in haar tijd als Kamervoorzitter onderzoeken na een vertrouwelijk advies van de landsadvocaat. Dat meldt het NRC gisteravond laat. Aanleiding zijn 2 anonieme brieven met klachten over Ariep, waarin melding wordt gemaakt van machtsmisbruik, een schrikbewind en een onveilige werkomgeving. Een goed voorbeeld is St. Anthony's College in Oxford, waar Sigrid Kaag haar MPhil heeft gedaan. En wat weinig meer is in feite dan een opleidingsinstituut voor westerse geheime diensten. Dat wil dus zeggen voor precies de globalistische elites die achter de schermen onze levens willen plannen. Meneer Baudet, we hebben de afspraak gemaakt. Het gaat niet over de persoon. De minister is hier aanwezig als minister van Financiën. Het gaat er helemaal niet over waar zij gestudeerd heeft. St. Anthony's College staat bekend als de Spy College in Oxford. U gaat en dat is waar de Britse geheime dienst mensen recruteerde. Dat is een gegeven, dat is een feit. Kan iedereen opzoeken. En het laat zien hoe verbonden het marxisme was met de deep state. Al decennia en nog steeds. We winnen op de wereld om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar te helpen, niet waar. Ja! We winnen op de wereld om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar te helpen, niet waar. Mensen deelden samen het brood, helpt elkander in de nood. Hoe groot kan het contrast zijn tussen de bedoeling die mensen hebben in het leven? Aan de ene kant een president die uit machtswellust duizenden doden aan Russische en Oekraïnse zijde op zijn geweten heeft. Of de bedoeling van een regime dat vrouwen verbiedt om te zijn wie ze willen zijn, om te dragen wat ze willen dragen en om zich te ontwikkelen naar verlangen en vermogen. Of een ex-president die zijn aanhangers ophitst om hun huis voor de democratie, het Capitool, binnen te stormen en de gekozen volksvertegenwoordigers aan te vallen. Maar ook in eigen land. Wat is toch de bedoeling van boeren die uit protest hun huis voor de democratie, het provinciehuis, met een tractor binnenrijden? Of wat te denken van de bedoeling van politici in Den Haag in de Tweede Kamer die elkaar beschadigen, beschuldigen en het leven zuur maken? Met helemaal aan de andere kant de bedoeling zoals Adèle Bloemendaal, Piet Reumer en Leen Jongewaard bezingen in de televisieserie Het Schaap met de 5 Poten. We bennen op de wereld om elkaar een beetje te helpen, nietwaar? Toen ik inmiddels iets meer dan 25 jaar geleden voor het eerst kennis maakte met Eigenwijks,
was ik direct gecharmeerd van de eenvoud van de bedoeling van die bewonersorganisatie en de wijze waarop zij daar uitvoering aan geven. Een eenvoudige bedoeling die zich laat omschrijven als simpelweg ervoor zorgen dat zoveel mogelijk bewoners met een zo groot mogelijke diversiteit voldoening halen uit hun inspanningen voor hun buurt en hun buren. Met als doel sociaal sterke en leefbare wijken. Niets meer en niets minder. En die bedoeling die staat inmiddels al bijna 65 jaar nog steeds fier overeind. Daardoor kunnen Kees en Hans, bewonersredacties, mooie buurtkranten maken, de Gazet, de Nieuwsloot, de Nieuws. Hun bedoeling is een bijdrage te leveren aan betrokken zijn op elkaar en op je buurt. En Shilan, die elke week een warme maaltijd klaarmaakt voor bewoners die wat aanspraak nodig hebben en zich wat alleen voelen. Haar bedoeling is om een bijdrage te leveren aan eenzaamheidsbestrijding en misschien ook wel aan armoedebestrijding door het verstrekken van een goedkope maaltijd. Maar ook Gert en Dick die computer- en taallessen geven. Zij beide zorgen ervoor dat bewoners de vaardigheden van de Nederlandse taal of het gebruik van de computer zich eigen maken. Hun bedoeling is educatie. Fatima Zora, je zit hier. En Utslem, die allebei spreekuren organiseren voor bewoners die in de problemen raken in hun privésituatie. Hun bedoeling is simpelweg hulp verlenen. Of de bewoners in de Aker en Osdorp de Punt, die elk hun eigen buurtkamer beheren en programmeren. De drie boertjes en de waterlelie. Zij zorgen ervoor dat bewoners in de omgeving van die beide buurtkamers elkaar daar kunnen ontmoeten, activiteiten kunnen organiseren en professionals kunnen ontmoeten voor voorlichting of anderszins hulp. Zij werken daarmee aan ontmoeting, dus tegengaan te gaan van eenzaamheid, aan vitaal ouder worden en aan actief burgerschap. Maar ook meneer El Onsri, je bent hier, ik heb je gezien, en de heer Eberkan, die van tijd tot tijd Marokkaanse mannen bij elkaar brengen om te praten over maatschappelijke issues en persoonlijke kwesties. Zij werken aan gemeenschapsvorming onder Marokkaanse mannen. Robert, elke woensdag zien we hem in de omgeving van het Belgiëplein werken aan het groen, samen met zijn vrijwilligers van de Groengroep. Zij zorgen ervoor dat alle Nieuwslotenaren kunnen genieten van een mooie, opgeruimde, groene, openbare ruimte. En zo kan ik nog heel lang doorgaan met die honderden bewoners die allemaal met hun eigen bedoeling invulling geven aan het zorgen voor hun buurt en hun buren. En daarmee duizenden bewoners die naar de activiteiten gaan of gebruik maken van dienstverlening van vrijwilligers. En dat is precies onze bedoeling. Maar dat gaat niet vanzelf. Daar heb je een paar mensen voor nodig die dat doen. En die staan hier rechts en links van mij naast het podium. Om te beginnen de studenten van Buurtverbinding. Raise your hands. Studenten van het ROC en de Hogeschool van Amsterdam die bij ons leren en werken in de wijk samen met Combiwel. Het team Gastvrijheid. Raise your hands. Zij zorgen ervoor dat iedereen zich thuis en welkom voelt in de vier buurthuizen en in de serre. Dat het dus gewoon heel en veilig is, dat er koffie is, dat er thee is en ga zo maar door. Geholpen door een heleboel vrijwilligers, van wie er een aantal hier ook zijn. Raise your hands. De vrijwilligers. Zij helpen het team Gastvrijheid met de uitvoering van hun werk. De medewerkers samenlevingsopbouw, ook wel bekend als opbouwwerkers en sociaal-cultureel werkers. Raise your hands. Wie zijn dat? De kern van onze organisatie in de buurten. Zij onderhouden die honderden contacten met bewoners en professionals, dag in dag uit, om ze aan elkaar te verbinden, om ze te stimuleren om actief te zijn en om ervoor te zorgen dat zij hun bedoeling verder kunnen
uitvoering aan kunnen geven. Het bedrijfsbureau. Want als je met zoveel bent, is er ook veel bedrijfsvoering. De medewerkers van het bedrijfsbureau. Raise your hands. Zij zorgen ervoor dat wij ons salaris krijgen. Dat de facturen betaald worden, maar ook dat het geld geïnd wordt. Dat de panden er goed bij staan. Dat ICT het goed doet, de computers en noem het maar op, de telefoons. Verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering. En al deze mensen die kennen allemaal een leidinggevende binnen het managementteam. Raise your hands, dat is een klein clubje. En dat houden we ook graag zo. 1, 2, 3. Zij dragen de verantwoordelijkheid over de teams in personele zin, op financiën en in organisatorische zin. Zij zijn het hart en de ziel van de organisatie die ook verantwoordelijk is voor het nadenken over de toekomst. En al deze medewerkers en vrijwilligers, die weten ze zich goed vertegenwoordigd door een bestuur. Je hebt de bestuursvoorzitter net gezien, maar het bestuur is hier met meerdere mensen aanwezig. Niet allemaal, maar raise your hands, bestuursleden. In totaal 7 vrijwilligers die dus op vrijwillige basis de eindverantwoordelijkheid nemen voor die bewonersorganisatie eigenwijks. En daarmee dus ook verantwoordelijk zijn voor een gezonde organisatie, financieel gezond. En hier staan we. Dank als jullie als vrijwilligers dat jullie willen doen. Want jullie worden daarin gesteund door de bewonersraad die El ook al noemde. Er zijn een aantal leden van de bewonersraad hier in de foyer ook aanwezig. De bewonersraad houdt het bestuur scherp op de bedoeling. Op de financiële gezondheid. En zij zijn allemaal gewoon heel betrokken bewoners bij eigenwijks en in de buurten waarin zij actief zijn. Dus ook bewonersraad, voor zover jullie hier zijn, dank voor jullie aanwezigheid hier en jullie bijdrage op vrijwillige basis. Maar dat wij dit allemaal kunnen doen met z'n allen, komt omdat wij één partner hebben die al bijna 65 jaar aan onze zijde staat. Die al bijna 65 jaar trouw is aan Stichting Eigenwijks. En dat is de gemeente Amsterdam. In de vorm van Stadsdeel Nieuw-West. En iedereen die mij een beetje kent, weet dat ik behoorlijk kritisch kan zijn op de gemeente, op ambtenaren en op bestuurders, politici. En vooral op het moment dat ik het gevoel heb dat ze belemmerend werken op de uitvoering geven aan ons werk, aan onze bedoeling. Maar gelukkig kan dat in een huwelijk van bijna 65 jaar, kan dat ook. Ook andersom. Ik wil dan ook vanaf deze plek, Emre Unver, de stadsdeelvoorzitter die verantwoordelijk is voor de portefeuille sociale basis, bedanken voor het vertrouwen wat hij ook weer aan ons geschonken heeft voor 2023. En zijn ambtenaren, die daar direct uitvoering aan geven. Er zijn veel ambtenaren met wie we werken, maar ik wil met name een toenaam noemen. Wim de Jong als accounthouder, die elk jaar weer opnieuw de centjes bij elkaar sprokkelt om niet alleen ons subsidie, maar ook die van vele andere organisaties bij elkaar te krijgen. Wim, dank je wel. Ik weet dat je hier bent op je vrije dag. Super gewaardeerd. Yvonne Cornelissen, ook hier aanwezig. Voor ons de inhoudelijke ambtenaar waar we heel veel mee sparren om de dingen te kunnen doen die we willen doen. En ook om te kunnen sparren over problemen waar we tegenaan lopen binnen de stadsdeelorganisatie. En ik zijn Elmer Abed. Ja, mag zeker. En hetzelfde geldt voor ik zijn Elmer Abed van de gebiedspool. Dank voor jouw vertrouwen in ons, zodat wij ook in 2023 weer ons werk kunnen doen. Alle ambtenaren die hier zijn, ik kan jullie niet allemaal met naam noemen, maar weet dat we ongelooflijk veel van jullie houden in ons werk. We hebben jullie zo nodig. Subsidie is subsidie, maar het drukt voor ons wel uit dat jullie ook echt geloven in de bedoeling van Eigenwijks en de manier waarop we dat uitvoering geven. Dat gezegd hebbende, als we kijken naar wat er in de wereld allemaal zo om ons heen gebeurt, en jullie hebben daar een aantal voorbeelden van gezien via het filmpje, dan zijn het allemaal voorbeelden waar wij geen invloed op hebben. Nauwelijks invloed op hebben. Waar we wel invloed op hebben, is onze eigen bedoeling. Datgene wat we graag willen doen voor onze buurt, voor onze buren, voor onze wijk. En in de bijna 22 jaar dat ik nu werkzaam ben voor Eigenwijks, zijn er nog steeds zoveel momenten in het jaar waarop ik echt geraakt word
Door die kleine dingen die er tussen de bewoners gebeuren. De kleine dingen die mensen organiseren, maar met zo'n grote impact. Om voor elkaar te zorgen, om naar elkaar om te kijken, om feestjes te vieren met elkaar, maar ook om het verdriet te delen wat er soms gewoon is. En het feit dat we daar nog steeds zo door geraakt worden, maakt dat we ongelooflijk veel zin hebben om ook in 2023 samen met jullie allemaal te werken aan die ene bedoeling die ons het liefste is. En dat is deze. Vriendschap, liefde, broederschap. Kameraden, stap voor stap. Ja, dat is waar. Vriendschap, liefde, broederschap. Het zijn twee hoge kreten. Liefde ligt niet voor de grap. Dat mag je nooit vergeten. We zijn op de wereld voor elkaar, voor elkaar, voor elkaar, voor elkaar. We helpen niet waar. We zijn op de wereld voor elkaar, voor elkaar, voor elkaar, voor elkaar. We helpen niet waar. Help de Spanjaard en de Turk die tussen ons verblijven. Ja, de liefde is de kurk waarop we alle drijven. De wereld om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar, helpen niet waar. Ben op de wereld om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar, helpen niet waar. Eet samen brood, help elkander in de nood. Amen. Als je buurman armoe lijst, zit te treuren. Leven met wat menselijkheid, een beetje op te beuren. Oh, op de wereld om elkaar, 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 om welk een vreugd je haar bereikt, door haar een kind te schenken. Oh, we zijn op de wereld om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar te helpen niet waar. We zijn op de wereld om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar te helpen niet waar. In de plaats van haat en ijd, vreugde, vriendelijk, menselijkheid en een beetje warmte. Ziet reeds derde dageraad die ons het licht gaat breiden. Zoet die aan soms alle kwaad op aarde zal verzengen. We helpen niet waar. We zijn op de wereld om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar. We helpen niet waar. Dat doen we in de serre. Dit was mijn laatste nieuwjaarstoespraak in de functie van directeur van Eigen Rijks. Velen van jullie weten het misschien, anderen misschien niet. Maar vanaf 1 juni verlaat ik Eigen Rijks en ga ik op zoek naar uitvoering geven aan mijn bedoeling in het leven, anders dan binnen Eigen Rijks. Wat ik ga doen is me veel gevraagd, weet ik nog niet, komt nog wel, horen jullie nog wel. Maar ik wilde van deze gelegenheid, na zoveel nieuwjaarstoespraken hier, jullie nog één persoonlijke boodschap meegeven. Want dit is een leuk feestje. Maar het leven is niet alleen maar feestjes. En zeker in deze tijd ervaren we vaak de zware last van het leven. En dan helpt troost. Ik wil voor jullie een lied zingen wat voor mij staat voor troost. En ik hoop dat als jullie het leven wat zwaar vinden in de komende tijd, dat je weer even terugdenkt aan dit nummer of het misschien gewoon opzet. En voordat ik dat doe, wil ik nu echt aan jullie vragen om even heel stil te zijn. Ik heb een motto. Dat motto heb ik gejat van Pippi Langkous. Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het kan. Dat geldt nu extreem.
Maar dan helpt het mij wel enorm als jullie echt muis en muis en muis stil zijn. When the rain is blowing in your face and the whole world is on your case, I can offer you a warm embrace to make you feel my love. When the evening shadows and the stars and there is no one there to dry your tears, I can hold you for a million years to make you feel my love. I know you haven't made your mind up yet, but I will never do you wrong. Known it from the moment that we met, no doubt in my mind where you belong. I'd go hungry, I'd go black and blue, I'd go crawling down the avenue. No, there's nothing that I wouldn't do to make you feel my love. The storms are raging on the rolling sea and on the highway of regret. The wind of change are blowing wild and free. No doubt in my mind where you belong. I can make you happy, make your dreams come true. Nothing that I wouldn't do. Go to the end of the earth for you to make you feel my love. To make you feel my love. Dank jullie wel. Geniet verder. Fijne 2023. Tot later.